Anders we beginnen opnieuw. Ja? Chill. Begin. Welkom bij STV. Ik ben Hamza. Dit is Danny. En wij zitten op het Montessori College Oost. Wij gaan vandaag Trudy Koen interviewen. Trudy Koen is leraar van het jaar geworden en is ook genomineerd voor Amsterdam van het jaar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Are we on the air? Ja. Ja? Ja? Eerste vraag. Hoe voelt het om op deze manier erkend te worden voor uw werk? Natuurlijk voelt het heel goed aan dat ik erkenning krijg, waardering voor alles wat ik doe. Maar wat ik nog veel belangrijker vind, is dat het VMBO en jullie dus de erkenning krijgen die ze verdienen. Als jij een VMBO-advies hebt, lijkt het voor Nederlandse ouders alsof de wereld vergaat. En deze wereld kan niet zonder loodgieters, elektriciens, timmermannen, schilders, whatever. En dat word je als je op een goede VMBO-school zit. En daar is niets mis mee. 33 en 34 maken opdracht 32. En die staat op bladzijde 35. Wat is er mooi aan uw werk? Het mooie is dat, ook al doe ik dit al heel lang, er zijn nooit twee kinderen precies hetzelfde. Dus het werk gaat ook nooit vervelen. Ik heb wel ooit dat ik denk, dat heb ik vorig jaar ook al gezegd. En nu zit ik hier en dan zit ik weer hetzelfde te vertellen. Maar dan maken jullie weer een of andere flapdrol opmerking. En is het toch weer anders dan vorig jaar. Het blijft altijd leuk, hè? Ja, het blijft altijd leuk. Dus dan heb je dat hele eerste stuk al. De helft van de brief is al klaar. Het leukste aan lesgeven vind ik dat je qua inhoud heel veel kwijt kan. Dus ik wil dat jullie begrijpen wat er gezegd wordt. Dus de inhoud van de lessen vind ik leuk. Maar ook vooral dan de kinderen aan wie ik lesgeef. Als kinderen van de basisschool naar de middelbare school gaan, dan verandert er heel veel. Dan verandert er lichamelijk heel veel. Maar ook in het hoofd verandert er heel veel. En deze pubers, dat gedrag van pubers, dat trekt mij aan. Hun gedrag toont iets anders dan wat ze eigenlijk zouden willen. En ik vind het heel leuk om te zorgen dat toch de doelstellingen gehaald worden, een diploma. Ondanks het feit dat ze eigenlijk niet willen, of in ieder geval doen alsof ze niet willen. En wat is uw levensmotto? Haal eruit wat erin zit. Uit mezelf, maar ook uit en vooral uit jullie. Bladzijde 33, alsjeblieft. Natuurlijk is het Nederlands het belangrijkste, het Nederlandse diploma. Maar daarnaast zou ik jullie willen leren dat een ieder van jullie heel belangrijk is. En een ieder van jullie doet er toe. En als er iets misgaat in je leven, dat je niet meteen de schuld bij een ander zoekt of denkt van, nou, ik kan toch niks. Maar dat je denkt, oké, dit is een tegenvaller, maar ik ben wel wat, ik stel wel iets voor. En wat kan ik wel en hoe ga ik dit nou oppakken? En als er iets tegen zit, niet schelden of schreeuwen, maar als het nodig is, in actie komen. Wat vindt u van allochtonen die in Amsterdam gewoon hier wonen? Wat vindt u van de sfeer, zeg maar, allochtone sfeer? Allochtone sfeer, dat is wel een mooi woord hoor, Danny. Er is veel misgegaan in de afgelopen tijd. En we hebben een hele tijd gehad dat we dat niet durfden te benoemen. Dat we niet durfden te zeggen, die en die groepen jongeren zorgen voor problemen. En daardoor heeft een politieke partij in Nederland, is daarmee weggelopen. En wij hebben ze daar met z'n allen daar de kans toe gegeven. Dus wat ik belangrijk vind is dat je de problemen benoemt en daar waar nodig ze ook aanpakt. Zodat we niet de kans geven aan mensen die het niet goed voor hebben met onze kinderen, om die de kans te geven de politieke macht te grijpen. Dus hetzelfde hier in de klas. Als jij iets fout doet, pak ik jou dan aan of geef ik de hele groep de schuld? Ja. Geef eens antwoord. Pak ik jou aan of geef ik de hele groep de schuld? Zou u mij aanpakken?
Nou, en dat moet er in het groot ook gebeuren. Ja. Degene die rotzooi maken en hun kansen niet benutten, pak die aan. En die grootste groep, die doen gewoon hun best en die moeten we respecteren. Oké. Okay. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.